Gunther, ja, Antwerpen boven. Ja, zo is het. Hè. Ik denk de beide ploegen die van Antwerpen komen, die vandaag de finale nu kunnen spelen. Maar als je ziet de ambiance die er is, dan kunnen we alleen maar positief over zijn, denk ik. Hè. Schitterende. Ja, fantastisch. Alleen deze sfeer nog maar. Je weet, als de sporters van ons komen, dat is goud waard. Dat zie je vandaag ook weer. Het zijn onze belangrijkste mensen. Dus ik ben blij voor hen dat nu de twee Antwerpse clubs hier in de finale staan. En ik hoop dat we nog even kunnen genieten. Had je dit verwacht? Nee, je verwacht dat nooit niet, maar we proberen altijd ons best te doen om zo hoog mogelijk te eindigen. En als je dan met Antwerpen de twee beste ploegen van het toernooi kunt zijn, ja, dat vinden wij alleen maar positief. Boskamp zei vooraf op de persconferentie, ja, ik gok op Oostende en KV Kortrijk. Ja, oké, een beetje kijkend naar hoe de competitie aan het lopen is in eerste en tweede klasse. Maar met zoiets is altijd iets onvoorspelbaar eigenlijk, dus dat zie je vandaag ook weer. Dus ik hoop alleen dat we een mooie finale kunnen zien en dat is het belangrijkste.